Hey jongens, ik ben Ronald en vandaag ben ik hier samen met Jordi. Hallo. En ja, wij doen nu Minecraft, Dualcraft en ja, we hebben in de verre geschiedenis wel eens een keer iets van. Ja, helemaal het begin van onze echte samenwerking Ja. hadden we ook zoiets gedaan en we dachten, doen we gewoon nu nog een keer. Alleen dan noemen we Dualcraft en gaan we gewoon weer survivalen. Ja, jullie hebben een hele grote rol in deze, ja, soort van serie. De kijkers die mogen achterlaten in de comments wat wij in de volgende aflevering moeten gaan doen. En het leukste idee, dat gaan we dus ook helemaal uitwerken. Alleen laat de kastelen nog maar even voor wat het is, want wel dat hebben we nog allemaal niet klaar en alles. Dus ja, Okay. eerst moeten we resources verzamelen. Ja, de basic stuffs in Minecraft. Dus even kijken. Oké, wel, ik heb nu wat wood. Dus ik ga zo meteen eerst maar eens op zoek naar wat dieren en wat zooi waarin we kunnen wonen. Dus ja. Oké, zo. Okay. Hoppakee, ik heb weer hout hier. Zo. Zo, Minecraft Pro gaat even aan het werk hier zo. De Minecraft Pro. Ja. Ja, denk het ook. Zo, ik heb al pickaxe en alles. Ja, is goed. Ik geef de desert in, oké? Is helemaal prima. Dan zoek ik ondertussen even een soort van cave. Oké, ik heb al een red Waar we mushroom cobblestone. gevonden. Oké. Dat is goed, toch? Ja, dat is helemaal Kijk, ik prima. heb wat kabel gevonden, dat meen ik wel even. Oké, is prima. Kan ik wat stone tools maken? Oké. Ik zeg echt de hele tijd oké. Kun jij misschien in het bos gaan zoeken voor dieren? Is goed, maar dan maak ik eerst even In een plaats van soort. oké, is goed. Dan maak ik eerst even een soort. Ja, sure. Of Ik heb een allemaal zooi wood gemaakt, soort. stone sword en alles. Alleen nu ben ik hier en nu heeft het in principe helemaal geen zin meer. Want nou ja, nu heb ik allemaal al stone tools. Dus ja, GG. GG. Dump, dump. Oké, zo. Dit nemen we naar die. Laat die Kijk, ik grafisch zie heel die hier hoek al staan. een cave of cobblestone, dus ik ga hier even wat cobblestone hakken. Want dan kunnen we een stone pickaxe maken, stone sword en al dat soort Ik heb een shit. NPC village gevonden. Oh. Jullie weer bij, hè? Ik ben even wat cobblestone aan het weghakken. Juist goed, loopt de desert maar in en zie je zelf een NPC village. Oh mijn god, het is een grote. Met een blacksmith, volgens mij. Is er nou blacksmith? Ja, volgens mij een blacksmith. Nou, ik weet het niet. Maar ik ging op dieren jagen. Dat hoeft nou wel niet meer. We leven nu van wortels en wiet. En aardappels. Ik kom wel naar je toe. Waar ben je dan? Ja, in een NPC village toch? Rustig, Ronald. Jezus. Echt een open stad. Nou, let op, hier zitten diamonds in. Let op. Oh, diamond horse armor en vreten. Oké, wat ruil jij? Kip voor emerald, helemaal prima. Kip voor Emerald. Ja. Lol. Even kijken, laat het wiet maar even groeien dan. Ga ik Oké. even aardappels. Wacht, ik heb hier een crafting table, dus we kunnen hier even onze basics maken. Juist goed. Jordi, dit huis hier gaan we wonen. Dit huis. Ja, dit huis hier. En ik ben ook net niet naar jou getp'd hoor. En er staat ook echt geen crafting table hier. Nee. Ik ga even een stone pickaxe maken. Juist goed, ga ik eventjes wortels En dan oogsten. zal ik ook meteen voor jou wat maken. Kun je doen, ja. Waar is mijn pickaxe? Waar is mijn. Oh, daar. Hop. Eerst maak ik ook nog even een stone sword bedoel ik. Zo. Ja. Oh, ik heb denk ik te weinig steen. Of cobblestone. Zo, ik ben Is te lui om inderdaad een wiet. grote, ja. Ik ben te lui om wiet terug te planten. Dus. Oh, de blacksmith die ruilt 8 iron voor een emerald. Wat? Oké, dat is een good deal. We moeten wel op zoek naar sheep. Ik ga op zoek naar sheep, oké, Heb Jordi? je alle huizen al? Nee, maar er zitten nooit allemaal chests in. Er zit maar in één ding een chest en dat is de blacksmith. Maar kun jij misschien wat eten gaan oogsten daarbinnen? En dan ga ik op zoek naar sheep. Want anders dan worden alle villages opgevreten door zombies. En dat willen we niet. Moet ik eten oogsten? Ja, aardappels en zo en terugplanten en misschien een beetje rotzooi in het NPC village of zo. Misschien wat nog Ja, maar het houtmijn moet of eerst nog een zo. beetje groeien, want het is. Ja, is goed, maar gaan dus ook maar even wat hout kappen of zo. Want Ja, dat is goed. hebben we ook wel nodig. Dus hier gaan we ons dingen zetten. Voorlopig wel. Tenminste, dat is het beste wat we nu kunnen doen. Oké, dan doen we dat. Maar we hebben wel sheep nodig, want anders gaan alle villages dood. En anders dan heb ik nog wel een plan B voor die villagers, maar dat, ja. En wat is plan B dan? Dat je voor iedere deur blokken neerzet, dat zombies er niet bij kunnen en de deur niet in kunnen trappen. Nou ja, dat heb je ook nog, hè? Even kijken. Cap hebben we helemaal niet nodig. Ik heb wat pork chops.
Daarmee kunnen we wel wat. Ik heb sheep nodig. Ik heb nog helemaal geen sheep gezien. Mushrooms. Moet ik daar nou mee dan? Nou, ik neem het mee. Dat weet ik niet wat je daarmee moet. Zullen we doen een TP, je mag? Is goed. Oké. Want ik ben net al naar jou getp'd. Ik ben ook de echte TP'er. Waarom dood ik kip? Die kip hebben we nodig. Serieus. Welk huis wou je nou dan? Hier? Want ja, bij die, die beep. 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 Beep. Oeh, mijn god. Waar werk ik mezelf nu weer in? Dat weet ik niet. Oh mijn god, die is wel fucking veel. Au, 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 au. Au. Kan ik nu gaan doen? God, dat weet ik niet, hout gaan kappen of zo. Ja, maar dat heb ik net ook al gedaan, maar dan heb ik straks... Weet je, ik ga op zoek naar stone. Cobblestone. Ja, oké, ja, ik heb hier allemaal cobblestone, maar zo... Nou, blijf jij maar echt... Kun jij dan een beetje in de buurt blijven van de village? Ik heb een schaap, hier. Zo. Oké, wel, ik heb een cave system gevonden. Heb jij al wol dan? Want dan kan ik nu al van schapen gaan doden. Hoeveel schapen zijn het? Nou, ik heb er nu 2 meer. Ja, oké, niet doden. Niet doden? Oh, ik heb ze al gedood. Wat samen, Jordi? Nou, hier zijn nog meer schapen. Maar heb jij al een bed dan? Nee. Maar dan kunnen we toch de schapen gaan doden voor de bedden. Ja, maar ik dacht, hoeveel schapen heb je er? Nou, ik zie er nu 2. Nou, dood is ook allemaal maar. Oh, ik heb hier nog meer schapen. Nee. Ik heb ze spawners hier allemaal. Ik heb een enorm cave system gevonden, dus ik maak even zo'n dirt pillar dat we hier wat zou kunnen doen. Is helemaal prima. Kunnen mijnen en zo. Ik heb nu 2 wol. Oké. Okay. Ondertussen slacht ik ook nog wat biggetjes. Ja, sure. The annoying piglet of zo. En gaan wij met een like systeem werken of niet? Met een like systeem? Ja, dat bij zoveel likes een nieuwe video. Ja, dat kunnen we doen. Ja, ik weet niet. Ja, gewoon 10 likes of zo voor de volgende, de tweede episode. Ik heb denk ik genoeg voor een bed, want ik zie nu al 3 schapen. En ik heb 5 wol. Of nee? Ja, ik heb... Nee, laat maar. Oké, ik kan een bed maken. Zal ik even een bed maken? Ja, sure, prima. Als het donker wordt, moet je me even roepen. Ik heb hier nu een cave system, dus... Wacht, ik zet hier wel even dash, set... Even wat vreet, hoor. Warp... Cave... Ik heb er ook even een dirt pillar neergezet, dat we kunnen zien dat hier een cave system is. Is helemaal prima. Maar als je wilt warpen naar het cave system, doe je gewoon dash warp cave. Is goed. Ja. Ik maak even snel crafting table, ook al staat daar er 1. Boeien. Huppakee. En een bed. Voor de heer. Oh, wacht. Ja, dat is een bed. En dit is ook een bed. Ik besef me net dat we in principe... Oh nee, we hebben nog geen zadel, laat ik maar. Ik maak even een fornuis. Ja, ik dacht dat we genoeg hadden om paarden te temmen, maar we hebben alleen nog maar wiet en zo, dus... Dat schiet niet op natuurlijk. Ik heb wel zadel, of een horse armor, alleen we hebben nog wel zadel nodig. En een paard natuurlijk. Heb jij wat? Ja, ik heb totaal geen eten hier en ik heb ook geen kool. Ja, ik heb kool en iron en ik heb alles. Maar misschien kun je wortels gaan oogsten of zo. Ja, maar het probleem is, ze groeien nog niet. Nou, moet je maar. Ik kan ze wel even kijken of hier wat. Ja, hier komt wel wat uit. Is dit het hele cave system? What the fuck? What the fuck? Ja, oké, okay, wow. Ik heb een warp gezet op een cave system, wat gewoon een upper cave system is. Dus die warp heeft geen zin. Het begint donker te worden. Kom je naar mij toe? Ja, ik ben nog even de laatste iron. Zodat we wat source en zo kunnen krijgen. Ik maak even wat brood voor mezelf. Dash TP. Oh, die. Oké. Dit was het huis, hè? Ja. Ik zie jou niet. Oh, ja, daar. Welk huis was het? Dat weet ik niet. Oh ja, dit huis hier. Dit was het hier. Zo, kom maar. Oké, ik heb bedden. Ja, allebei. 2 bedden? Ja. Oké, okay, nou, hier heb jij een bed. En ik heb een bed. Moet wel even torch maken, hè? Wacht, ik heb wel wat kool. Ga jij me vast liggen? Oké, okay, wat vakje zit in het raam? Dat zal wel. Oké, Waarom heb je dat bed nou daar neergezet, jij? Dat vind ik grappig. Nou, het zal. Zo, villages zijn allemaal veilig. Nou, mooi dan. Dus, ik heb wat iron. Gaan we nu doen?
Wat we nu gaan doen, nou, ik ga even de furnace van de blacksmith pakken. Ja, oké. En ook even de chest. Oké. Oh, nou ja, de chest pak ik ook wel. Diep, 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 diep. Ik Oké. zie jullie lava. Oh, wacht. Ik wil in de volgende episode, dat wil ik even gaan doen. Ik wil hier kippen gaan houden. Hier. Kippen. Ja, kippen. Ach, kunnen zal ik bij de. Oh ja, dat is natuurlijk automatisch gezet. Wat? Weet je, zal ik een cave gaan zoeken in dat jungle ding of sneeuwgebied daar? Ja, doe maar. Ik had wel een soort cave ding gevonden, maar dat is niks. Oké, dan ga ik daar op zoeken. Yes, sure. Neem al bijna 11 minuten op, zie ik nu. Ja, is goed. Ik ga eventjes verder met mijn zakelijke dingen hier. Is Waaronder prima. zorgen dat we zo meteen een kippenvorm krijgen. Gaat zo regen of zo, want het is een beetje donker hier. Ik heb jouw bed even naast dat van mij gezet. Even kijken. Oh, schep ook. Is goed. Ik zie hier een cave. Oh, dit is fucking slecht, maar ik heb hier wel cobblestone. Dus dat hak ik wel even weg. Cobblestone is altijd handig, toch? Ja, cobblestone is altijd handig. Je hoeft niet echt super veel cobblestone te mijnen, maar het zal wel Ja, handig gewoon een zijn. paar. Ik zie Ja. iron. Oh, het is niet zo. Ja, ik zie iron. Oh, dat is mooi. Heb je echt een groot cave system gevonden? Nee, dit is een fucking kleine. Dus Wow. hier zit ook maar twee iron in. Ja, oké, daar heb je niet zo heel veel aan natuurlijk. Nou, maar het is wel handig. Ja, oké, ik ben er nu klaar mee. Nu ga ik ook een bijl maken. Zie ik daar nou iets? Nee, dat is niks. We gaan best wel goed. Ja, zeker. Voor de eerste episode al. Jazeker. Ik heb 18 iron al. Ja, ik weet niet of ik de weg terug. Daar denk ik wel dat ik echt terug En kan vinden. dat TP gewoon naar mij. Kijk, hier kunnen we wel iets vinden, denk ik. Als ik hier naar beneden kan. Ik hoop dat ik naar beneden kan springen. Oké. Oh. Oh. Kut. Ik heb een idee. En wat is je idee? Iets heel cools. Iets heel cools. Ja. Interessant, interessant. Kijk Kom eens hier, wat. koe. Kom hier, zo. Ik heb nu al 2 liter, maar daar heb je geen zak aan nu. Waarom zijn hier opeens heel veel koeien? Waarom? Dat kan. Dat kan. Nou, dood niet alle koeien. Oké, ik ga denk ik even terug, Je moet aangezien dit. nooit echt alle dieren doden, oké? Kut, ik zie een zombie. Oh, die zombie heeft iron. Nice. Je dropte die iron. Ja, die dropte iron. Dat is mooi. Dus ik ga nu even terug en even wel snel wat rauw vlees eten. Ik Nee, heb ik. niks anders. Ik heb Ja, ook is kool prima. bij me. Want ik heb ook geen kool bij me. Dus dan gaat het een beetje kut. Dus ik ga nu even terug naar dat huis waar we waren gebleven. En ik zie hier een schaap. Moet ik dat schaap laten leven? Ja, laat ze gaan maar leven. Er zit eten in het furnace hier, by the way. Bij dat huisje, bij de village ding. Ja, bij ons, ja. Oké, dan ga ik daarheen. Oh my god. Wat is er? Kom één ding tekort. En wat kom je tekort dan? Iets. Wil ik dat weten? Ja. Oké. En ik zie dat we bijna 14 minuten aan het opnemen zijn. Dus gaan we hier bij de aflevering eindigen. Nou, ik moet nog even een boompje hakken en nog wat dingen doen en dan. Maar jij mag alvast afsluiten nog. Dus mensen, bedankt voor het kijken. Heb je nog een leuk idee voor in deze serie? Zet het gerust in de reacties neer. En wie weet gaan wij het doen. Ja. Oké, dat klonk. Dat is wel fout. Maar goed, Ja, laat van ook by the God. way even een like achter. Bij mij is het zo 10 likes voor de volgende aflevering. Bij Bij jou is het mij al. weet ik het nog niet, maar dat zal je waarschijnlijk wel in een annotatie staan of wel in de beschrijving, ik weet niet. Dus ja, Ja. dan bedank ik jullie voor het kijken. Ja, en dan zien wij jullie de volgende keer weer. Snel even de ding plaatsen. Oké, Dus zo. later. Ja, later mensen.